Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bokstol Natuurlijk. En we hebben iets moois op de agenda. Ja, want Berend had een leuk idee om naar de Hooibrug te gaan hier. En dat lijkt me fantastisch om daar eens te gaan kijken. Nooit geweest? Nee, ik ben nooit geweest. Maar het hooien, daar heb ik wel heel veel gedaan. Och. Als klein manneke samen met ome Jan, de hooi met de gaffel op de hooiwagen. Zwaar, hè? En dan tussenmiddag lekker tante Jans had dan al een lekkere pand soep klaar meestal. Oh. Het was herfst, hè, dus dat was erwtensoep. Oh, lekker. Ja, lekker flink stukken vlees erin. En worteltjes. Oh, kijk. Dat is hier nou de beroemde, bekende hooibrug ja, hier. Ja, ja, ja. Favoriet plekje. Ja, nou, en wat je meteen kunt zien, hè, dus ja, hier ligt grasland, daar ligt grasland. En ja, die boeren die moesten van de ene kant naar de andere kant, want soms hadden ze hier de boerderij. En de overkant hadden ze dan een grasland liggen. Later door de ruilverkaving is dat anders geworden. Ze zijn dichter bij de boerderijen, de graslanden komen liggen en de bouwlanden. Maar vroeger was dat niet zo. Dan is een stukje geërfd en ja, dan lag het toevallig aan de overkant. En er moest ook vee naar de overkant inschoren, zo heette dat dan. En dat moest natuurlijk over de Dommel. Ja, en de Dommel heeft geen doorwaadbare plaats. Dat hier tenminste niet. Daar is je veel te krachtig voor. Ja. En dat heeft dan zeg maar een plekje waar ze dus zeg maar met de voet door zouden kunnen lopen. Maar dat kan hier niet. Dus er moesten wel bruggen neerleggen. Vandaar. Logisch. Hooibrug. Nou, ja, mooi hè. Ja, en zo'n doorwaadbare plaats heet een voort. Oh ja. Besjes. Ja, inderdaad. Hè. Mooi om te zien. Hè. Dit zijn. Ja, dat geeft niks op. Hoe zijn dat? Dit zijn bessen van de Gelderse roos. En die Gelderse roosbessen, die worden, daarom hangen ze hier ook nog, die worden nauwelijks gegeten door de vogels, omdat die heel zuur zijn. Ja. Maar als er dan een vorst overheen gaat, dan eten ze wel op. Dus het is een mooie voedselvoorraad voor, ja, als het dan een keer gaat vriezen, kunnen ze dan lekker besjes gaan eten. En je zegt Gelderse roos, betekent dat ook dat de rozen in de struik zitten? Nee, voorheen dachten ze dat zeg maar dit het wapen was van Gelre of van Gelderland. Oh. En dat noemden ze dan een roos, want het heeft helemaal niks met de roos te maken. Ah, want wat het eigenlijk is, het zijn hele mooie bloemen. Die hebben aan de buitenkant witte schijnbloemen. En van binnen zitten onooglijke bloempjes. En omdat die onooglijke bloempjes daar zitten, want daar zit dus de nectar en stuifmeel in. Ja, komen vogels daar niet op af. Maar door die schijnbloemen, die hele mooie witte bloemen, denken ze van wauw, witte bloemen. En dan duiken ze op af en ontdekken ze dat de echte eten pas in het midden zit bij die onooglijke bloempjes. Ja, ja. Dus die... Nou... Hier staat hij ook. Oh ja. Oh, daar staan de beestjes ook. En hier is er ook best, kijk. Ja, ik snap hem. Kijk daar. Oh, kijk. Paddenstoelen die op zijn. Oh. Frans? Ja. Is, oh. Nee. Ja, dit is wel heel leuk. Dit is een oude zwavelkoppen. Maar hier komen de nieuwe alweer uit. Ja. En wat er ook te zien is, dat kun je ook een klein beetje zien, ze scheuren al als ze jong zijn open. Dat betekent dat ze iets te droog staan eigenlijk in feite. Oh. En zwavelkoppen zijn hete zwavelkoppen. Zal ik deze kapot te pakken? Moet je maar eens ruiken, dan ruikt een beetje naar zwavel. Ja, nou, een beetje veel. Een beetje veel, hè? Is dat niet giftig? Nee hoor, dat is niet giftig. En dit is dan zeg maar die het eerst zijn uit gaan bloeien. Hè. En dan komen er weer nieuwe aan, want de schimmel die zit hieronder. Nou, dat wou ik net zeggen. Ja. Het echte werk gebeurt onder de grond. Dat zit hier helemaal onder de grond. Ja, dat zit hier overal verspreid. En als het overal op kan komen, zoals op een fietspad, dan zou je een mooie heksenkring kunnen zien. Ja. Maar dat kan nou niet, omdat er van alles tussendoor staat wat anders is. Dus, ja. Maar die schimmel zit hier allemaal onder de grond. Mooi. Ja. Mooi, hè? Het is ook echt de tijd nou, hè? Ja, het is herfst, hè. Dan komen de meeste paddenstoelen. Dat wil niet zeggen dat de rest van het jaar geen paddenstoelen groeit. Kijk, dat was hoe mooi. Wauw. Groot, hè? En groot en de kleuren, pracht en daar die wijdheid. En de koeien vlaaien. Oh, godverdamme. Ja, dat hoort erbij. De veebrug, zei ik al, hooibrug. Ja, dat is echt iets wat bij hoort. Maar dit is wel heel mooi, hè. Dus kijk je daar, de A2 ook, zie je ook nog. Schitterend. Wat
staat hoog, hè, het water, toch? Ja, ik heb begrepen dat de dommen weer goed voldoende in water zitten. En ook de andere laaglandbeken hebben redelijk wat water. Maar ja, de dommen wordt ook heel goed gecontroleerd. Hè. Dus dat betekent dat er veel... Ja, dat waterschappen. Hè, want het onszelf springt in België en komt uiteindelijk hier Brabant binnen. En ja, wat wij zeggen hier altijd in Brabant, is de blauwe ader van ons mooie Brabantse landschap. Hè. De Dommel, fantastische rivier. Dutmalen in het verleden genoemd. Mooi, mooie naam. Mm-hmm. En er is van alles overheen gegaan. Als de Dommel zou kunnen vertellen wat er allemaal op zijn, of op haar, want ik weet niet of er zijn of haar is, wat er op haar water heeft gevaren. In ieder geval heiligen, dat weet ik zeker. Heiligen? Ja, missionarissen die zeg maar het katholicisme moesten gaan verspreiden in Europa, hè, toen de tijd. Ja. Ja, er zijn hele mooie verhalen te vinden over de Dommel. Je komt hier echt tot rust. Oh, vooral dat bewegende water, ja, hè. Daar word je helemaal zen van. Helemaal zen. Loop een stukje verder. Zullen we dat eens even doen, dan staan we hier te zennen. Hè? Kijk die wolkjes al. Nou, oh. Ja, al die vliegtuigen. Zij zijn het Laaglandbeek. Ja, dat klopt, ja. Leg eens uit. Nou, er zijn drie soorten beken in Nederland. De bronbeken, je hebt de laaglandbeken en je hebt de sprengen. Dan begin ik met de laatste. Die sprengen, dat zijn eigenlijk kwelwatersysteempjes die dan geleid zijn door mensen naar een bepaalde plek toe. Dus die zijn man-made, om het zo maar eens te zeggen. Dan heb je de bronbeken, nou, die liggen vooral in Limburg. Komt het water omhoog wel en zo. Hè. Dan zie je echt uit een bron? Ja, uit een bron omhoog komen. En ze zijn ook vaak overkluisd door hout of door stenen. En die liggen dan vooral in Zuid-Limburg. En dan heb je de laaglandbeken. Ja, dat zijn eigenlijk beken die ontspringen vooral in stukjes natte gebieden. Dus niet één bron, maar het zijn allemaal kwelwatertjes die bij elkaar komen. En dan gaat dat een slootje vormen en dan komt er heel veel regenwater bij. En onderweg komt er ook weer kwelwater bij. En die zijn vooral gekenmerkt door hun bochten, oftewel hun meanders. Ja. En daarom heette dat laaglandbeken, omdat die vooral in het laagland voorkomen. Oh, okay. En daar komt dat door. Ja, en de Dommel is ook origineel een laaglandbeek, maar die wordt een rivier. Oh, dat is ook weer leuk, hè? Zo langs de... Ja, precies. En een prachtig mooi grasland en daar het water. Past allemaal perfect bij elkaar bij het woord hooibrug, hè? Nou. Gras, hooi, water, oversteken. En dan deze vroeger ook nog veel met de bootjes, hè. Dat ging ook nog wel. We hebben ook heel wat hooiboten gehad in het verleden hier in Brabant. Een mooi stukje, kijk eens. Oh ja. Het lijkt wel vakantie, het lijkt al buiten. Dorp. Ja. Mooi. Dit ding heet Schoonberg, dit bergje hier. Nou, het ziet er ook wel heel schoon uit. Wat gaaf. Ja, het is echt mooi. Jolien, kom eens. Wat ben je nou weer? Het is ook maf van het water hier en meteen in het bos. Oh, hier is het ook weer fijn, zeg. Nou, hoe ja, ik wil je wat laten zien, Jolien. Oh. En dit gebiedje heet Schoonberg. Ja. Nou, het is in ieder geval een schone berg en is waarschijnlijk ook een stuifzandkop, hè, weet je wel, van heel lang geleden zand al dat land opgewaarzen werd. Maar Schoonberg wil niet zeggen dat hier een mooi bos is. Je moet kijken naar alleen maar naaldbomen. Af en toe probeert zo'n loofboom omhoog te komen, maar als ik dan op de grond ga zitten, dan moet ik kijken, dan ga ik dat naaldpakket even weghalen. Nou, daar ben ik een heel tijdje bezig, ja, hè? Zie je? Ja, toch met lopen. Nou, voordat hier een plant boven kan komen, kijk, hier heb ik pas grijs zand. Nou, dan zit zeker echt een heel groot gat erin. Dus echt gewoon triest. Wat ze hier moeten doen is eigenlijk in feite gewoon een aantal van die naaldbomen weghalen. Ze zien er ook niet uit. Hè. Ze zijn allemaal elkaar naar boven gejaagd. Ook die berg die is gigantisch hoog, maar er zit allemaal geen leven in. En dieren kunnen er ook niet in leven, dus dat houdt gewoon op hier. Dus ik zou hier gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 10 bomen weghalen. En dan zo langzamerhand een jaar dit laten veranderen. Dan krijg je weer een schone berg met een schoon bos. Oh, goede tip. Een goede tip, hè? Ja, dat dacht ik ook. Maar dit schatje, deze boom, gaat het niet redden dan? Nee, die gaat niet redden, want kijk,
Hij heeft nog eventjes wat fotosynthese kunt maken. Hè. Fotosynthese is dat bladeren blad, met de zon. Korrels. Ja, precies. Die maken suiker en daardoor kunnen bomen gaan groeien. Ja. Maar deze, ja, die houdt hier op. En je ziet hier ook helemaal verder niks. Hier komt ook een velboompje uit. Nou, die redt het dus ook niet. Ja, je ziet wel, kijk hoe klein een blaadje die heeft. Ja. Je kan, en daar staat ook eentje, dat gaat dus helemaal fout. Dus die proberen wel door dat pakket heen te komen. Maar ja, dan houdt het op. En dan blijft het naaldpakket. Dus zonde, hè? Ja. Wel mooi. Oké, maar goed, het is wel een mooie berg. Dat wel. Oh, en deze, die is gek gegroeid. Oeh. Ja, ja die heeft alle kanten proberen uit te kijken wat hij naar de zon toe kan. Nou heeft hij daar toch een beetje zon, dus kun je wel weer groeien. Het is wel lekker, zeg. Dat wel. Gaan we die kant op of gaan we die kant op? Of die kant op? Zo. Die kant op. Okay. Het veert gewoon, hè? Ja, ik vind het wel heerlijk lopen. Kijk daar Jolene, daar zie je die buizerd, hè? Prachtig, op de thermiek mega. Thermiek, dat is een beetje opstijgende warmte, lucht vanuit beneden naar boven toe. En dan weten die buizerd echt perfect te vinden. En proberen ze gaan zo, zonder veel kracht nodig, gaan zo naar boven toe. En mensen die met zweefvliegtuigen werken, die kijken juist naar de buizerd. Als de buizerd gaat opstijgen, dan is het goede lucht, goede vliegweer en dan gaan ze ook omhoog. Ja, dat is prachtig, hè? Ja, en moet kijken wat een prachtige vogel, hè? Mooi daar wit erbij. Ja, dat is tegenwoordig waarschijnlijk omdat er Nederlandse buizen zich gemengd hebben met de Scandinavische. Want vroeger waren onze buizen vooral bruin. Maar nu tegenwoordig zit er vaak ook wat wit bij. Ja. Omdat die buizen uit Scandinavië blijven hangen. Ja, die kunnen dan ook paren. En dan krijg je dus wat witte veren erbij. Nou, we zijn al over prikkeldraad geklommen. Om hier te komen. We zitten hier op een perfect plekje. Je hebt een beekdal. En mensen die woonden vroeger niet tegen het beekdal aan. Die woonden op hoger gelegen gronden. Daar hadden ze een bouwlanden. Nou, bouwlanden betekent rog en boekweit. Maar dit waren ook heel belangrijke, zeg maar, weilanden, graslanden, beemden. Een beemd was iets wat dan vooral door de beek overstroomd werd. Dan konden koeien maar heel eventjes opblijven. En dan gingen de mensen maaien, zoals hier ook gebeurd is. En dat werd dan hooi. En hooi is in feite gedroogd gras om later aan de beesten te geven in de stallen. Ja. En die stallen die waren gewoon beneden. En hooi lag op de hooizolder. En dan werd naar beneden toe getast. En dan konden de koeien gras blijven eten. En dat was natuurlijk fantastisch om dat te doen. Nou, dan had je ook nog de echte weilanden. En die lagen wat hogerop. Die werden dus ook wel vaker begraasd. Okay. Nou, en dit is een typisch voorbeeld zoals het moet zijn. Hè? Tegen het bosrand aan. Hè? Want zo was het. Hè? Die boertjes die hadden dan zeg maar een plekje gevonden waar ze dachten, nou, hier gaan wij boeren. Maar dat was gewoon tegen het bos. En dat betekent zeg maar, de schaduw valt over het eerste deel van het grasland. Ja, daar heb je dus helemaal weinig gras en dus ook weinig hooi. En in het midden, ja, dat was fantastisch natuurlijk. Want dan kwam alles bij elkaar en dat gingen ze dan oprapen. En dan kon het soms op de hooizolder of soms op de hooimeid. Oh ja, op de hooimeid, ja, hè? Ja. Nou, dat allemaal voor beesten in de winter te eten. Kijk, hier zie je een mooi hoopje liggen. Dat ruikt ook heerlijk, hè? Ja. Hoeveel suiker? Nee, ik kan het overal aan ruiken. Oké. Ja, ruikt heerlijk. Nee, het ruikt echt heerlijk. Je moet echt je neus in stoppen. Nee, ik stop mijn neus in. Zo. Lekker. Oh. Dat ruikt lekker. Ja. Ja, dat is pas lekker. Maar ik ruik het zo ook wel. Ja? Ja. Ja, een snoek, hè? Oh. Een roofvis, hè? Er zijn roofvissen onder de vissen. Oh. En dan wordt hij zelf gevangen. En wat hij nou mag doen, hij mag snoeken, zo heet dat. Hè? Dat is een heel speciale manier van vissen. En wat hij dadelijk gaat doen, hij laat hem los. Dat is natuurlijk keileuk. Ja. Want ja, het is niet de bedoeling dat hij meegaat, dat hij ook weer losgelaten wordt. Ja.
Is dit nou een gemiddeld formaat? Of? Ja, dit is een gemiddeld formaat, ja. Okay. Ik heb wel eens meegemaakt dat we wel eens een snoek hebben afgevangen bij het schoonmaken van vennen. Ja, die moest helaas wel zeg maar doodgemaakt worden. En er zat dus in één snoek zat een snoek en in die snoek die in die snoek zat, zat nog een snoek. Nou. Ja. Dat zijn echt kannibalen hoor. Heb je gekeken waar de haak zit? Die wacht in zijn mond. Oké, dan doe maar eerst zo. Kun je hem of ik doe hem leggen? Eerst. Ik leg hem op de grond. Oh, ik vind hem wel groot. Ja, ja, dat is flink hoor. Nou, niet schrikken mensen. Goed vasthouden, zullen we? Hop. Hop, en los is hij. Nou in zijn kiel pakken. Ja. Bui. Goed zo, jongen. Hier zo. Goed zo. Ja, ja, eens kijken, een mooi beest hè. Ja. Prachtig beest. Die tanden, zie je die tanden? Ja. Je echt ziet dat het een roofbeest is, hè? Ja, ja, een beetje, fantastisch mooi. Grote beeld. Ja, dus op dat. Ja. Ja, prachtig. Ja, ja. Knap gedaan. Ja. Ja, kijk, daar gaat hij. Oh, en weg is hij. Goed zo. Ja. Wauw. Ja, mooi hè. Een prachtig beest. Het is een hekrund. Een hekrund. Dat is een van de oudste rassen die we kennen. En men heeft geprobeerd vanuit de hekrund de oeros weer terug te krijgen. En oerossen waren dus dieren die liepen vroeger ook in onze Nederlandse bossen rond. Dat waren dus echt beesten die graasden in bossen. En niet op graslanden, maar gewoon in bossen. En daar liepen ze doorheen. Vandaar ook die hoorns die ze hadden. Dat konden ze ook wel eens een keer een struikje opzij duwen. Ja, en dit is een hele mooie stier, want hij ziet er heel goed uit. Prachtig in het vel. Oh, en hij plast ook. Ja, dat hij moet ook. Ja, hij doet het helemaal. Ja, en hij heeft hele mooie zeg maar, tiltballen. Die kon je straks achter heel mooi zien. Echt, het is echt een fantastisch mooie stier. Nou, en hij staat er echt mooi bij. Sluiten we af met... Het hekrund op de achtergrond. Met deze knapper? Ja, met deze knapper. Oh. Deze knapper. Nee, jij ook. Dankjewel. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende boxen natuurlijk. In één snoek zat een snoek en in die snoek zat nog een snoek. Nou. Ja.